Aan al het goede komt een einde. Goedemorgen, het is zondag. Laatste dag vrij, na 4 dagen vrij. Of in ieder geval 3 dagen hiervoor. Waar ik echt heel erg van genoten heb. Ik heb lekker gedoucht net, mijn haar is nog nat. Ik mag wel even drogen. Ik heb me opgemaakt. Vind ik ook wel fijn. Ik open de vlogs vaak zonder make-up. Maar ik vind het altijd wel fijner met make-up. Ik zie trouwens wel echt heel erg bleek. Maar ik wil heel graag niet zonnebanken. Eigenlijk zou ik eens moeten kijken voor een spraytan. Maar op de een of andere manier doe ik dat ook niet zomaar. Ik heb vandaag deze trui aan van Levi's. Deze broek van Lofty Manor. En deze stonden er gewoon nog. Die heb ik net aangedaan. Want ik ging even wat in de container gooien. En ik heb alleen nog thee op. Dus ik ga even mijn naantje ontbijten. En dan ga ik even stofzuigen en dat soort dingetjes snel doen. Dat we de kamer weer een beetje normaal hebben. En we zijn gezellig met z'n drie aan het duizenden. Zij reist aan het leren. Verder. Ik kan het al, want ik heb het al alleen gedaan. Je kan het best wel goed. En toen had ik er gewonnen. En dit potje heb ik dus wel elke keer echt geluk. Als wij samen spelen, dan heb ik echt alles behalve geluk. Aan al het goede komt een einde. Heerlijk 4 dagen vrij geweest. Maar dat betekent wel dat morgen gewoon school weer gaat beginnen. Dan ben ik natuurlijk, zoals iedereen weet, absoluut geen ochtendmens. Echt niet. Ik ben echt een avondmens. En wat ik dan wel altijd probeer om de ochtenden wat minder zwaar te maken is gewoon echt al 's avonds zoveel mogelijk klaar te zetten. Want liever nu bezig, nu ik me energiek voel, dan dat ik dingen moet doen als ik nog in mijn bed wil liggen of er eerder uit moet. Dus ik doe nu bakje en beker 's avonds al klaarmaken. Ik heb de gymtas al ingepakt. Dat zit al in de schooltas, weet je, allemaal dat soort dingen. Dus dat scheelt dan enorm. Morgen, in ieder geval enorm, het scheelt een paar minuten, maar ja, elke minuut die ik 's ochtends heb, ben ik dankbaar voor. Dus ik geef morgen lekker kleine paprikaatjes mee, daar is Sarah gek op en is nog gezond ook. Alleen, de ene keer zijn ze heel groot, in ieder geval heel groot, voor kleine paprikaatjes heel groot. En die passen niet in het pakje, maar altijd even zoeken welke er wel in passen, net niet. Deze is heel mini. Ik moet echt, denk ik, even in de winkel beter gaan kijken naar wat ik heb. Maar goed, het is gelukt. Morgen gaat weer de nieuwe schoolweek beginnen. Dus ik wil lekker op tijd gaan slapen. Even mijn make-up te afhalen en mijn gezicht wassen en zo. En dan lekker mijn bedje in. Echt, deze mascara die verwijdert zo moeilijk. Ik weet niet wat dat is. Als ik hem eraf haal, blijft hij afgeven. Ik wil altijd mee van haar. Deze trui is heel leuk, maar niet handig. Met mijn make-up eraf halen. Even kijken. Ik reinig trouwens mijn huid met deze. Dit is de Isis Pharma Sensilia gel. En die is heel erg fijn en zacht voor mijn huid. Mijn handen klaar, want als ik dan eenmaal mijn gezicht in gepoetst heb, dan zie ik niks meer. Dus dan vind ik het wel altijd heel fijn als ik die klaar heb. Ik probeer ook altijd mijn gezicht alleen maar droog te deppen. In plaats van te wrijven. En die rare plek op mijn neus moet ook echt even weggaan. Maar daar heeft hij niet heel veel zin in. Daarna gebruik ik tegenwoordig altijd mijn Inderm. Dat is voornamelijk omdat ik hier elke keer van die rare plekken heb. En het is nu echt een stuk minder, omdat ik dit dus elke dag gebruik. Alleen dit spul, dat is niet echt zo erg. Dat is echt niet normaal.
Dus het is echt adem in, want ik stik er erg van die lucht. Oh, zo verschrikkelijk spel. Ik had het goed van man, dat was want echt. Gewoon vies, zeg maar. Kijk, die heb ik gehad. En deze crème, die is van, ook van Isis Pharma. Deze is de Kelloplastic Scars. Die gebruik ik momenteel op mijn neus. Omdat die ook helpt met het helen. Zodat ik rare wondjes heb. Dan smeer ik deze er altijd op. En dan moet dat helpen met het beter helen. En als nachtcreme, dat is eigenlijk geen nachtcreme, maar ik gebruik deze van Dr. Brandt, Pore No More. Omdat ik merk dat mijn huid daar gewoon zuiverder blijft. En deze ook, ik vind hem echt niet lekker ruiken. Het hele dure creme, maar ik vind hem wel heel fijn werken, dus die smeer ik er nou ook graag. Zo, en dan als laatste doe ik eigenlijk normaal ervoor. Ik weet niet waarom ik hem nu als laatste doe. Gebruik ik deze, ook van Isis. Dit is de Light Eyes. Die gebruik ik als oogcreme. En ik smeer het heel, heel licht op. Zodat ik niet te veel aan mijn huid trek. Maar ik vind ronddraaien bij mijn ogen altijd zo'n vervelend gevoel. Dus. Zo, nou zit mijn gezicht helemaal in de crème. En dan hopen we dat hij morgen weer een klein beetje beter is. Dat was mijn avondgezichtsverzorgingsroutine. Ik ga nog even mijn tanden poetsen en dan ga ik lekker mijn bed in. Nog even mijn laatste stukje gezichtsverzorging. Deze doe ik altijd voor het slapen. Nog even een laagje aan mijn lippen. Oh, sorry, ik heb het lampje van mijn telefoon. Dat houdt mijn lippen gewoon zacht en vet. En ik weet niet, dit is echt een gewoonte. Dat doe ik ondertussen denk ik al, denk echt al 20 jaar. En ja, mijn lippen blijven er gewoon heel erg goed van. Dus ik wil je bedanken nu voor het kijken. Ik ga lekker slapen. Vergeet je niet te abonneren, duimpje achter te laten. Reageren kan wel op mijn Facebookpagina Mama Bakken. En dan zie ik je morgen.